De Rosenberg Trio, vroeger het Rosenberg Trio, maar het gaat internationaal, hè? Ja, het begint nu Rosenberg, internationaal een beetje door te breken. Ja, nou een beetje, behoorlijk, dacht ik. Jullie hebben gespeeld bijvoorbeeld op de 85ste verjaardag van de beroemde zigeuner jazzviolist Stefan Grappelli in New York, Carnegie Hall. Ja. Dat is toch een behoorlijke eer, lijkt mij? Ja, dat was een hele grote eer van het jaar. We hebben, en dat is eigenlijk wel aardig om even te laten zien, een slecht VAS-illegaal bandje van een repetitie in New York, ergens in Carnegie Hall in het gebouw, met Stefan Grappelli en het Rosenberg Trio. Gaan we even naar kijken. Kennen jullie het zelf? Ik wil jou daar even wat over vragen. Spelen met Stefan Grappelli, wat doet je dat? Nou, dat doet je heel iets. Heel veel doet je dat. Omdat je weet, als je teruggaat naar de Hockeyclub de France. We hebben altijd getracht, zal ik maar zeggen, om Django's muziek na te spelen. Django Reinhardt. Ja, Django Reinhardt natuurlijk. En de enige die overgebleven is, was Stefan Grappelli. Ja. En onze droom was dat om met die man te spelen. En ja, ergens zeg je van, nee, dat komt nooit niks van. Op een gegeven moment sta je ervoor, nou ja, dan gaat er wel een heel droomwereld gaat van Joop. Je denkt, hé, dat is het wat ik wou hebben, nu heb ik het. Te gek, gefeliciteerd daarmee. Nog bedankt. Wat denk je dat Stefan Grappelli van jullie vindt? Nou, ik zou je eerlijk vertellen, herinner me goed dat we destijds in New York waren en op een gegeven moment moesten we naar hem toe komen. En hij noemde ons niet maar zomaar de Rosenberg Trio of de jongens. Nou, hij zei op een gegeven moment, zegt hij van, hé, mijn kinderen, zegt hij, kom naar me toe. Dus dat zegt mij heel veel. Ja, hij heeft inmiddels zijn tekst iets veranderd. Hij zegt geen kinderen meer, maar hij heeft wel speciaal voor jullie een boodschap. Kijk even. Stefan Grappelli. Bonjour, Stokelo. Nooit nee, nooit zeer. Quel bon souvenir j'ai avec vous. J'y pense souvent d'ailleurs. Je me souviens de ces beaux voyages. New York, à Carnegie Hall. En Italie, où nous avons visité plusieurs villes. Les festivals à Perugia, Napoli et un autre endroit dont je ne me souviens plus, mais ça n'a aucune importance. C'est, le principal, c'était d'être ensemble, de s'amuser, de regarder partout ces belles choses qu'on voyait. Et aussi, je vous remercie de m'avoir demandé pour participer à ce disque dont je crois avoir joué 4 ou 5 morceaux avec vous. J'en aurai un très bon souvenir. Continuez de jouer aussi bien et produire des choses magnifiques, des œuvres inoubliables. Je vous souhaite tout le bonheur possible et je vous embrasse. Félicitations.